Eindelijk is het zover. Donald is aangekomen op level 33. En hij gaat evolueren naar de Pokémon waar ik al de hele tijd, de hele serie op wacht. Het is zover, jongens. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Pokémon Shining Pearl video. En in de vorige aflevering heb ik Carnivine in onze Jaws gevangen. En toevallig moeten we nu naar een watergym. Dus we kunnen hem gewoon lekker gaan testen. Oh, wacht even. We moeten even kijken. Ik weet niet zo goed waar ik nou precies naartoe moet. Oh, gewoon hier naar beneden natuurlijk. Ja, hier overheen lopen. Ja, en dan hier naar boven. En dan komen we hier uit bij deze visserman. Ja, dus Carnivine. Ik heb hem letterlijk nog nooit gebruikt in mijn team. Maar ik vond hem best wel interessant. En in de vorige aflevering toen haalde hij gewoon een Pokémon gewoon met één klap neer. Dus dat was wel veelbelovend. Hij zweeft ook echt boven beeld. Moet je zien. Zijn hoofd is helemaal buiten beeld. Hij is niet heel snel zo te zien. Want de tegenstanders zijn tot nu toe wel steeds wat sneller. Hij kan best wel een klapje opvangen. Maar ja, het is ook not very effective. En dan met Vine Whip. Hoppakee, Barboach is ook in één keer neer hoor. Ik zie het op zich wel zitten, denk ik, in Carnivine. Laat even weten wat jij van Carnivine en van mijn team vindt. Ik ben heel benieuwd. Doe dat in de reacties. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan, want dan mis je geen enkele video. En dan ga ik eens even op deze groene knop drukken. Ja, dan kan ik nu hier naartoe. Ah, en langs deze zeeman. Zo, lekker muziekie. Ik voel hem wel, hoor. Heerlijk muziekie. Sowieso, de muziek in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl is echt top. Ik denk dat het een van de leukste soundtracks is die ik tot nu toe heb gehoord in een Pokémon game. Oké, we moeten tegen Wingull. Volgens mij is Wingull al flying, dus grass is dan niet super effective. Nee, dus we gaan nu maar even kijken wat er gebeurt. Wingull gaat voor Water Pulse, dat is not very effective. Hopelijk ben ik niet confused. Nee, ik ben niet confused, maar ik denk niet dat ik hem nu in één keer sloop. Alsnog doet het best veel pijn hoor. Het is best een goede aanvallende Pokémon zo te zien, deze Carnivine. Lekker bezig, Jaws. Hij doet Roost, daarmee hield hij voor de helft. Maar ik denk dat ik hem dan toch net heb. Ja, lekker. Oh, en nu is het wel super effective. Verandert hij daarmee zijn type of zo met Roost? Dat was weird. Ik kan nu natuurlijk wel eventjes switchen naar Simba. Want dan gaat het gewoon wat sneller. Want als Carnivine deze badge niet kan halen, dan heb ik altijd nog Simba achter de hand. Echt super chill. Carnivine is nog niet echt een super hoog level natuurlijk, want die heb ik pas net gevangen. Die loopt echt wat 5 tot 10 levels achter op de rest van mijn team. Oké, knopje indrukken. Nu kunnen we hier naar beneden. Komen we nu weer hier langs. Ja, en dan langs deze tuber. Kan ik er nu nog wel langs eigenlijk, hoe ik nu sta? Ik vraag hem af. Caitlin, volgens mij sta jij nu echt flink in de weg daar zo. Azurill! Oké, die kan je hebben, Jaws. Let's go, Fine Whip. Oh, hij doet Zap Zipper. Dat is een ability. Daarmee boost hij zijn attack op het moment dat hij een grasaanval tegen zich krijgt, volgens mij. En hij doet Light Screen. Kan ik hem dan... Ik kan hem helemaal niet raken, hè? Oh, wat ziek. Oh, dat is wel een zieke ability. Dan gaan we denk ik voor Bite. Daar kan ik hem wel mee raken. Oh, maar oh, is not very effective natuurlijk, want hij is ook fairy type. Ik denk dat ik Blade even ga roepen, want ik weet namelijk niet of Sad Zipper er ook voor zorgt dat ik hem niet met elektrische aanval kan raken. Ik wist helemaal niet dat dat een ability was, joh. Oké. Okay. Ik krijg nu een Bubble Beam op mijn hoofd, terwijl hij 2 keer zijn attack heeft geboost. Dan ga ik nu gewoon voor Slash. Normal attack. Maar mijn attack is zo hoog dat ik Azurill gewoon wel kan slopen. Lekker. Daar werd ik wel even verrast door Azurill eigenlijk. Ja, Meryl heeft misschien wel hetzelfde. Ik ga Meryl ook gewoon aanvallen. Met Absol. Gaan we gewoon even een slash doen. Oh, oh, lekker dit. Oh, die Absol, jongen. Dit wordt wel echt een mooi teampje, hoor. Deze kleine tuber, die had wel een tactiekje, hoor. Mooi. Mooi om te zien. Oké, ik kan die gelukkig nu wel gewoon naar boven. Hier staat nog een visserman. Zit gewoon lekker te vissen in een zwembad. Jongen, ik weet niet hoor. Ik weet niet. Maar wat verwacht je te vangen in een zwembad? Speelgoed eendjes of zo? Wat doe je nou met je hengel in een zwembad, jongen? Oké, Carnivine versus Goldeen. Als Goldeen geen gekke dingen gaat doen... Oh, pack. Die is super effective. Maar valt me mee hoeveel damage dat doet. Fire Whip is ook gewoon super effective. Oh, en Goldeen is net niet down. Dan gaat Goldeen nu voor Water Pulse en dan hoop ik niet confused te zijn. Lekker, man. Lekker, man, Carnivine. Ik vind het wel raar dat zijn hoofd helemaal buiten beeld is. Dat vind ik een beetje vreemd. Volgens mij houdt Jaws gewoon niet zo van de camera of zo. Hij is een beetje verlegen. What up, Barboach? Ik zou hem echt Barboach Papa noemen of zo, als ik hem zou vangen, denk ik. Ah, nu ben ik wel confused door Barboach. Ik zit heel even niet op te letten, hè. Oké, pak hem met Fine Whip. Pak hem, in één keer.
Oh, lekker. Ik heb veel vertrouwen in mijn Carnivine, man. Eerlijk. Ik ben nu confused en moet tegen Gyarados. Dus ik switch even naar Simba. Let's go, Simba. Spark is veel te sterk voor Gyarados. En dan gaat Jaws naar level 25. En dan kunnen we even kijken naar zijn stats. Attack 58, defense 47, special attack 55, special defense 43, speed 31. Dus alleen zijn snelheid is niet top, maar voor de rest is het best wel goed. Oké, Eric, sorry man. Maar ik wil gewoon richting je gymleader. Nu kunnen we hier naar beneden. Moet ik denk ik de gele knop indrukken? Oh, of niet? Hoe werkt dit? Hier de gele knop indrukken. Dat zal het wel zijn. Dan kan ik nu hier naar beneden, hier omheen lopen. Kunnen we naar deze sailor, man? Gooi ik even wat potions op Jaws? Ja, en dan krijgen we weer dat chille liedje, hè? Lijkt wel alsof we op de loveboat zitten. Sailor Samsonnetje. En die begint met Shadows. Ik weet niet of de gymleader een Gastrodon heeft, maar mijn Vine Whip is dus 4 keer super effectief straks op Gastrodon, hè? Ik ben ook gewoon wel sneller dan Shadows. Alright. Oeh, maar hij overleeft het gewoon. Nee, joh. Dat had ik niet verwacht, Shellos, dat je dit zou overleven. Nog een keer. Even een zweepslag. Ja, en voor Wingull ga ik dan toch Simba gebruiken, hoor. Spark! Later! En Jaws is back. Versus Shellos. Even kijken of deze ook een Fine Whip overleeft. Ja, man, deze overleeft hem nog beter. Oh, hij gaat voor de bescherming. Hij doet harden. Ja, dat kan je wel doen, maar dat heeft niet zoveel zin, Sailor, man. Kijk maar, want het is nu alsnog klaar voor je, Shellos. Daag! En dan mogen we nu, als het goed is, naar de gymleader met een level 32 Psyduckie. Wordt het niet eens tijd dat Psyduck evolueert, jongens? Nog steeds niet? Nou, dan drukken we deze knop gewoon in. Dan moeten we nog even hier langs. Yo, en dan hebben we hier deze bekende vent, jongen. Ja, wat een baas. Crash Your Wake zegt, ik word niet vaak uitgedaagd. Dit is de glorie van de Pastoria Gym Leader. Ik ben Crash Your Wake. Mijn Pokémon zijn getraind in stormen op het water. Ze kunnen tegen alles wat je richting hun gooit en zij drukken jouw kopje onder. Ik zal winnen. Kom op. Laten we beginnen. Ik heb er zin in, Crash Your Wake. Je hebt grote praatjes. Let's go. Ah, wat een baas. Het is wel een baasie, man. Hij heeft 3 Pokémon. Ik heb niet gekeken van te worden welke Pokémon die heeft. Had ik misschien beter wel kunnen doen, want hij begint met een Gyarados. Crash Your Wake. Ik ga wisselen, jongen. Ik ga gelijk naar Simba. Gelijk naar onze Luxray. Gyarados doet Ice Fang. Oh, niet mij bevriezen, jongen. Daar heb ik helemaal geen zin in, hè, dat je mij bevriest. Hij doet nu Crunch. Oké, hij is sneller. Hij gaat lekker, hoor. Hij gaat lekker. Crash Your Wake laat er geen gras over groeien. Maar Gyarados is wel gewoon in 1 klap down, natuurlijk. 4 keer super effective. Electric moves. Daarvoor wilde ik even wisselen. Ja, lekker. Simba gaat naar level 34. Zit al op 91 qua attack en 83 op special attack. Dan nu Quagsire. Volgens mij moet ik dat wel door Jaws laten doen. Want was Quagsire ook niet een ground type? Ik twijfel of die ook een ground type was. Want in dat geval heb ik een 4 keer super effective move voor hem. Quagsire is langzaam, dus we slaan hem ook hard. Oké, we hebben wel 2 klapjes nodig. Want ja, jullie weten het, de defense van Quagsire is wel in orde. Hij laat het nu regenen. Dus hij boost zijn eigen moves. Maar voor Quagsire maakt het niet uit, want die gaan we sowieso slopen. Maar welke Pokémon heeft hij dan als laatste? Laat maar zien, Crash Your Wake. Laat maar zien. Ik krijg hier wel veel XP van, denk ik. 883 met mijn Jaws. Die gaat nu naar level 26. Ja, prima stats voor een level 26 Pokémon, denk ik. Floatzel. Ja, dat ga ik niet wisselen. Maar ik weet niet of mijn Carnivine dit kan overleven, hoor. Level 30, hè. 4 levels hoger. Ik weet niet wat voor gekke trucjes die heeft met Floatzel. Ja, Ice Fang. Ik dacht al dat hij een gek trucje had, man. Die is ook super effective, dus ik kan maar 1 klappie krijgen van hem. Oh, en hij heeft nog een berry natuurlijk. Ja, misschien moet ik ook vaker berries gaan gebruiken. Ik ga even kijken of Blade wil helpen. Blade, heb je er zin in vandaag om een paar tikken uit te delen? Hij gaat voor Ice Fang natuurlijk. Ja, gelukkig bevriest hij mijn Pokémon niet. Oh, maar hij is ook snel, man, die Floatzel. Kijk hem gaan. Oh, hij sloopt mijn Blade met een critical hit. Oh, ik moet deze Floatzel serieus nemen, jongen. Want Floatzel is goed, man. Ik zei in de vorige aflevering dat ik Floatzel niet heel snel mijn 10 doe. Maar jeetje, die van Crash Awakens is wel sick. Hij doet nu Aqua Jet, zodat hij ook weer sneller is. Ja, en ik kan weinig klappies pakken. Ik moet hem eigenlijk slopen met deze Spark. En ik sloop hem met deze Spark. Oké. Ik had Absol eigenlijk niet in moeten zetten. Maar ik dacht, ja, ik wil het gewoon proberen met Absol. Was niet heel slim. Gerrit gaat naar level 31. En we hebben de badge bij Crash Awake binnen, jongens. Oh. Ja, toch wel een leuke tegenstander dit, hoor.
Kijk hem lachen. Ja, hij vindt het wel mooi. Hij wil meer. Hij wil meer battelen. Kijk hoe groot hij ook is, jongen. Daar gaan we, jongens. De vierde badge. We hebben de helft van de badges in Shining Pearl nu gefixt. De fan badge. En daarmee kunnen we nu Defog ook buiten de battles gebruiken. Nou, we krijgen weer wat stickertjes. Boeit me helemaal niks. En TM55. Is dat dan Brine? Ja, dat is inderdaad Brine. En als je dan minder dan de helft van je HP over hebt, dan doet het double damage. Dus voor water Pokémon is dit wel nice, man. Hele nice move eigenlijk. Oké, guys. We gaan terug. We hebben de vierde badge gefixt. En Carnivine, die bevalt me echt wel. Ik denk dat ik die voorlopig wel even in mijn team hou. Het is wel een leuke Pokémon. Oké, waar moeten we nu naartoe dan? De Great Marsh hebben we gehad. Kunnen we hier ergens naar beneden? Ja, hier zijn nog wat huisjes. Dus blijkbaar zit hier ergens ook de Pokémon Mansion. Ik denk niet dat dat dit is. Dit is de Pokémon Move Maniac. En als je een hard skill hebt, dan kan je bij hem gewoon nieuwe moves leren voor je Pokémon. Helaas heb ik geen hard skill, maar die kan je denk ik vinden in de underground. Nou, iedereen vindt de Great Marsh natuurlijk helemaal geweldig. Iedereen uit dit dorpje. Wat is dit voor huisje? Is dit de Pokémon Mansion? Nee, toch? Nee. Hey, gratis berry. Een jatje berry. Ik denk dat we nu deze kant op moeten. Zou hier een itempje liggen ergens? Moet wel, moet wel. Ja, een full heal. Kan natuurlijk ook mijn radar gebruiken, maar daar ben ik te lui voor. Dus even kijken. Route 212. Ben ik hier al geweest? Volgens mij niet. Nee, ik ben hier in deze modderpool nog niet geweest. Oké, ik ga balanceren, jongens. Als een echt circusartiest. Oh, ik ga niet balanceren. Ik dacht dat ik misschien daarop kon staan, maar ik kan er niet op staan. Abu heeft ondertussen wel een lekker berrytje gevonden. Kan ik niet gewoon daarop fietsen dan? Moet ik... Oh, kijk deze circusartiest, jongen. Wat sick. Pakken we even deze Pokeball op. Hallo? Wat sta jij hier in de regen te chillen, joh, meneertje Sean? Met je Abra. Jaws gebruikt Energy Ball. Ik gebruik Vine Whip, maar ik had beter Bite kunnen gebruiken, want dat is natuurlijk super effectief. Maar voor Abra is Vine Whip ook gewoon genoeg. Dan moet ik nu tegen Kadabra. Dan ben ik heel benieuwd. Want die special attacks is oké van Kadabra. En hij is natuurlijk sneller. Hij doet nu disable. Dat betekent dat ik mijn Vine Whip niet meer kan gebruiken. Maar dat vind ik niet erg, want die wou ik toch niet meer gebruiken. Ik heb jou geflashed, jongen. Hoppakee. Doei. En dan hebben we hem alweer verslagen. Oh, oh, oh. Wilde Pokémon, wat is dit? P-Barrel. Die kunnen we natuurlijk wel even met Vine Whip pakken. En Blade gaat een level omhoog. En Abu naar level 35. En ja, Abu gaat wel echt heel bijna evolueren nu. Oeh, ik kom hier een Roselia tegen. Maar ik ben veel te tevreden over mijn Carnivine. Ik vind het gewoon zo leuk om Pokémon te gebruiken die ik normaal niet gebruik. Oh, oh, zij draaide zich even snel op. Zag je dat? Ik wou er langs lopen. Toen deed zij in één keer, pats! Ik snipe jou. Met mijn oog. Het is gewoon een beetje als die chick van Squid Game. Van die eerste game. Wel dikke sorry voor je Psyduck trouwens, man. Ja. Moet je maar niet met water Pokémon hier komen. Jaws gaat naar level 27. Ik probeer hem een beetje snel te trainen, zodat hij in de buurt komt van de levels van mijn andere Pokémon. En hij wil Grass Knot leren. Die is heel goed als je tegen zware Pokémon vecht. Let's go, let's go. Die ga ik even leren. Hier ligt een Pokéball en dat is een Zink. Dat zijn altijd wel lekkere items om te hebben. Oeh, ik ben nog even teruggelopen. En hier vind ik TM06 Toxic. Die vind ik altijd super chill. Daarmee vergiftig je iemand en de vergiftiging wordt elke beurt erger. Helaas kan ik deze aan geen van mijn Pokémon leren. Yo, hier zit iemand vast in de modder. Dit is een full body mudpack, wat? Oh, ze vindt het gewoon leuk. Oké, nou, chill ze dan. Geniet er lekker van het modderbad, zou ik zeggen. Dit is de verzamelaar Dominique. Dan verwacht ik dat jij wat anders hebt dan water Pokémon. Oké, jij hebt een Geodude. Jij bent lekker zo de grot ingegaan. Je dacht, ik ga wat steentjes verzamelen. En toen dacht je, oh, nou, ik neem deze Geodude gewoon mee, joh. Waarom niet, joh? Hatse flats. Heb je ook een Graveler? Dan kan ik mijn Grass Knot move weer uitproberen. Nee, nog een Geodude. Je bent geen Pokémon-verzamelaar. Je bent gewoon een Geodude-verzamelaar. Dat mag je ook zeggen, hoor. Als je gewoon graag stenen verzamelt in plaats van Pokémon, hè? Tjonge, jonge man. Ik had hier wel wat origineles van verwacht van zo'n verzamelaar. Tjonge, jonge, jonge. We kunnen hier nog... Oh, ik wou daar overheen rijden. Kan dat? Kan ik hier tussendoor, tussen deze boompjes door? Ah, nee. Moet ik toch eerst lopen. Yo, wat zitten hier een hoop trainers en zo, joh. Hé, hey, en ondertussen gaan Jaws en Simba beide leveltje omhoog. Simba is nu ook al level 35. En Jaws is ook al bijna in de level 30. Let's go, duo battle. Oh, dit zijn Pokémon Rangers. Oh, ik heb wel respect voor jullie. Let's go. Een Primplumpy en een Eipelmetje. Jaws en Blade. Wat een teampie. Van tevoren had ik nooit verwacht dat ik op dit punt in deze game met deze twee Pokémon zou battelen. Maar ik vind het tof. Hoppakee, slash op Eipon. Die is al gelijk vertrokken. Grass Knot op Primplumpy.
En die overleeft het net wel. Pimpumpli gooit even wat bubbels op Blade. Zo, dat doet nog best wel pijn trouwens. Die zag ik niet aankomen. Een slash op Meryl. Ja, maar Absol. Absol is gewoon fraude, man. Absol speelt gewoon vals. Die is gewoon te sterk. Dat slaat nergens meer op. Donald gaat naar level 33, onze Psyduck. En Primplumpy verslaan we ook eventjes met een tweede Grassnot. Oh, hij heeft gewoon nog een Primplup. Je hebt er gewoon twee, joh. Oh man, die Absol. Ook als je ziet hoe snel dat balkje dan weggaat. Zo, doei. Absol gaat wel soms zelf dood, maar... Jeetje, als die aanvalt, is die niet te stoppen. Hey, eindelijk is het zover. Donald is aangekomen op level 33. En hij gaat evolueren naar de Pokémon waar ik al de hele tijd, de hele serie op wacht. Het is zover, jongens. Golduck! Ik vind Golduck echt heel cool met dat steentje hier in zijn voorhoofd. Ja, het is gewoon net Vision. Ik had dus eigenlijk Golduck geen Donald moeten noemen. En Kadabra geen Vision, want eigenlijk is dit gewoon Vision. Deze Pokémon kan als allerbeste zwemmen. Er is geen andere Pokémon die beter kan zwemmen, zegt de Pokédex. Lekker man, kom jij even lekker achter me lopen, Donald. Ja, Golduckie! Lekker. Hier vinden we nog een elixir. En dan zijn we zomaar volgens mij in de nieuwe stad. Nee, nog niet joh. Wat is dit allemaal weer? Dit is de Pokémon Mansion. Aha. Let's go. In de volgende aflevering gaan we kijken wat de Pokémon Mansion te bieden heeft. Ik ben benieuwd. Ik weet het gewoon oprecht niet meer. Ik ben zoveel vergeten van deze game. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel.